Nederland heeft deelgenomen aan de 91-oorlog in Irak, maar deze opstand is eigenlijk ondergesneeuwd in het collectieve geheugen. In 1991 kwamen Irakezen in opstand tegen Saddam Hussein, waarna deze opstand eigenlijk werd neergeslagen door het Iraakse leger. Het is een historisch onderzoek aan het einde van de Koude Oorlog. En mijn onderzoek is vooral geïnteresseerd naar waarom, hoe en op wat voor manier mensen mobiliseerden tegen Saddam Hussein toentertijd. Maar ik kijk ook naar hoe die opstand eigenlijk een lokaal verhaal is van het einde van de Koude Oorlog. Ik ben Amir Taha, 31 jaar oud. Ik ben een PhD-kandidaat bij de Universiteit van Amsterdam. Kort nadat de Verenigde Staten begon met wat we noemen Operation Desert Storm, begonnen in verschillende steden in Irak mensen in opstand te komen. Ze pakten de wapens en het doel was om eigenlijk de overheid omver te werpen. En ja, ik kijk naar eigenlijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dus ik kijk naar de oorzaken, maar ik documenteer ook wat er exact is gebeurd. Toen ik geschiedenis ben gaan studeren, had ik van deze opstand gehoord. En toen ben ik eigenlijk zoveel mogelijk informatie erover gaan zoeken. Maar ik leerde al heel snel eigenlijk dat er heel weinig informatie over was. Dus ik zei tegen mezelf uiteindelijk van, nou, ik moet het onderzoek maar doen hiervoor. Ik onderzoek de getuigenissen van deze opstand. Ik kijk naar archiefmateriaal van de Baath-partij. Dat staat in relatie tot de interviews. Praktisch gezien betekent dit dat ik om de zoveel tijd naar Irak ga. Ik doe dan interviews met Irakezen daar die toentertijd wat dingen hebben gezien. Dat kan soms ook online gaan bijvoorbeeld. Maar ik doe ook interviews met de Iraakse diaspora in Nederland, in het Verenigd Koninkrijk, maar ook Duitsland en Zweden. Mijn onderzoek Resisting Saddam is geslaagd als ik kan tonen hoe deze opstand historisch significant is voor de 20e eeuw.